Naar beneden komen is altijd het tweede. Ik denk dat hier flesjes wijn in gelegen hebben. Ja. Hun willen dus omhoog klimmen, maar ik ga nog liever zwemmen tussen de haaien dan dat ik hier omhoog klim. Hallo, ik ben Peter. Ik doe al jaren gave dingen, zoals metaaldetectie, karpenvissen en urban exploring. Dus nu vind ik het tijd om jullie mee te nemen. Goedemorgen. Hoe staan we? Bij Château Nootboom. En dit is die stellage waar die groene jachthut op stond. Maar het is wel een mooi Mals gebiedje hier zo. Dus dan gaan we naar de volgende locatie. Ja, maar hoezo staat er dan? Vast wel. Maar deze locatie hebben we al eens opgezocht, hè? Nee, maar ik bedoel, waarom staat er dan op Google Maps dat in 2020 dat het hier een volop bezocht werd? Oké. Okay. Dus ik denk dat het echt wel ergens vorig jaar is afgebroken. Dit zijn die tegeltjes. Hij stond gewoon hier. Maar goed, dat maakt niet uit. Mooi moment om de video in te luiden. Dan gaan we nu naar de volgende locatie. We gaan even lekker boswandeling maken. Zwaaien naar de camera. Hoppa, weet. Oh, kijk, een slootje. Een koetshuis. Oh ja, we moeten hier doorheen. Er ligt ook een stuk huis met hek. Kijk, dat is gek, hè, dat. Een spiegelreflex bij en een full frame camera. Eindelijk goede thumbnails. Overal liggen stenen hier. Ja, we hebben hier wc gevonden. Dit is een kerkje geweest. Bovenin zat de toren.
Zet een oud bed. Het gebouw heeft al hele mooie siermuurtjes eromheen staan. Kijk, ik lig nu aan de weg, dus we moeten een beetje oppassen. Kijk je weer uit hier. Ik ga nu door een andere dimensie, zegt Brian. Ja, als je van ruïnes houdt, dan is dit echt een toplocatie. Als je voor dat soort foto's gaat. Hier stond vroeger een auto. Helder onder. Hoe smal hè, die trap? Het is gewoon een huisje geweest, gewoon een woonhuis. Hier in de muur zitten. Een beetje kruipel op het begin, denk ik. Ik weet niet, wel mooi voetje. Ik weet ook niet waar ik op sta. Ja, zoek eens. Zeg maar als het is. Want ja. Het loopt dus helemaal gelijk onder dit ding door. Een hoop ellende. Huh? Dan moet ik even mijn lamp erop zetten. Een hoop ellende? Ja, dat doe ik hieronder. Maar goed, het is al zo verrot hier. Je staat wel op instorten natuurlijk. Maar we kunnen in ieder geval hier eronder, dat kan. Dat is geen probleem. En wat gaan we eerst doen? Het pont is naar beneden gekomen, dus dat kunnen we dan gebruiken als trap. Via de andere kant. Kijk, een boekenkast. Een witte boekenkast. Kijk, hier is een lade nog staan. En dan ga ik nog op waar de pak midden in de gat. Nou, we zijn hier bij kasteel Goorhof. Staat hier ook op de muur aangegeven. Maar het is eigenlijk een ruïne, Goorhof. Maar wel mooi om foto's te maken. Maar echt voor de urban exploring valt er niks meer te exploren. Nou goed, we doen nog even een rondje kelder en dan gaan we ook, er ook weer vandoor. Maar goed, wel leuk om hier nog een keer geweest te zijn. Het heeft op zich wel hele mooie details, dat wel. Dus... ik maak nog een paar mooie beelden en dan gaan wij ook weer vandoor.
Ja. Wat dan? Dit zijn geen vogelnestjes, dit is gewoon de oude isolatie. Als dan detochten, dan stopt hij ergens stro tussen. Hun willen dus omhoog klimmen, maar ik ga nog liever zwemmen tussen de haaien dan dat ik hier omhoog klim. Dus ik denk dat dat niet gaat lukken. Maar ik neem jullie nog even mee de kelder in. Dat wil ik nog wel even doen. Naar beneden komen is altijd het tweede. Maar je bent hier niet omhoog gekomen, toch? Wel. Nee, het kan niet meer. Ja, ik zou daar ook weer gewoon naar beneden gaan. Ja. Ja. Maar dat is wel een grote overbrugging ook. Ja. Kan je het zien van onder? Jawel. Ja, doe maar niet. Zo, zo is gewoon die vloer hier. Ja, dat snap ik. Ik weet wel waar een bal is. Wat ga je doen bij je? Ja, ik zal hier. Ik heb best een zo naar beneden hier. Kijk, zwerverfis. Nou, we gaan de kelder in. Wel veel spullen hier. Kijk, dit lijkt op een kastje met spullen. Leuk. Oh kijk, kooien voor dieren. Oh, het is hier gestut. Ja. Ik zou normaal ook voor mijn maat zitten. Ja. Ja, dat is wel ziek. Hier loopt het dood. Ja. Ja. Hier zit al een gat in de muur. Heb je net die kooi ook gezien? Even. Aan de zijkant? Buiten? Nee, binnen. Kooi, hè? Nee. Voor dieren. Zit hier? Zit hier. Nee. Ja, dat was wel. Nee. Dit is dus niet voor dieren, dit is voor eten. Maar dat er dus geen dieren bij kunnen. En hier, overal aan de zijkant. Heb je van die bogen en ik denk dat dat niet voor de sier was, maar dat hieronder gewoon wijnkeldertjes waren. Ja, dat is niet zo bijzonder hoor.
Nee, maar het staat wel op. Ja, dat is gewoon een kachel. Ah, water. Gewoon een keer naar buiten. Ik denk dat hier flesjes wijn in gelegen hebben. Ja. Au! Mijn hoofd. Ja, dit is ook een trap van vroeger. Kijk, dit is daarna pas dichtgemaakt. Mm-hmm. Zo gek? Ja. Dit is ook dichtgemaakt. Ja, die hebben zijn winterslaap. Ja. Zand hotel slaan we over, want anders zie je alleen maar van die beesten. Ja, die ziet er dood uit. Hè? Een klein hoopje corona. Oh, kijk dit. Waarschijnlijk zitten er wel meer hier, hè? Ja. Overal valt er ook water naar beneden. Hier, van een poepje. Hier kunnen we weer naar buiten. Daar zijn we weer. Je toch wel alleen? Nee, maar mijn lichaam die moet er ook nog bij, hè? Oh ja. Er doorheen. Nee, dat is wel goed. Dat is wel goed. Niet meer. Ryan. Ja. Dus schuif even het luik dicht. Warning zone, dat is een toegelaten